Wij ontwikkelen, produceren en verkopen wereldwijd producten als de Diver. Dat is een grondwatermeetsysteem, een datalogger. Een systeem wat in de pijlbuizen over de wereld hangt. Waterdruk meet, omzet in waterhoogte. Daarnaast hebben we ook nog een toevoeging die geleidbaarheid meet. Waarbij we bijvoorbeeld verzilting, zout, kunnen meten. Die informatie die wordt gelogd in de producten zelf, maar ook via telemetrie beschikbaar gemaakt. Op die manier hebben wij diverse klanten, diverse overheden, waterschappen, provincies, maar ook drinkwaterbedrijven, mijnbouwbedrijven, consultants die zich met water bezighouden. Het gaat dus om grondwater. Daar moeten we de hoogte van in de gaten houden, om verschillende redenen. Dat kan met verzakkingen te maken hebben, wat we allemaal kennen, met verdroging of juist te veel water, overstromingen. Nou, om dat nou te kunnen meten, zijn overal ter wereld pijlbuizen geboord en worden ook geboord. Een product wordt daar ingehangen, dus die hangt eigenlijk zijn hele leven lang onder water. En die meet dan met een druksensor de waterdruk. Die compenseert die met de luchtdruk. En samen bepalen die dan ook de hoogte van het water. Ik kan hem programmeren, ik wil elk uur een meting doen. En in de tijd kun je dan een grafiek gaan zien. Kun je dus gaan herleiden wat er aan de hand is en of daar iets mee moet gebeuren. Je ziet dat weten wat er in de grond gebeurt met water, dat inderdaad ook bijdrage kan leveren aan een betere wereld. Diverlink is een telemetrieoplossing. Zorgt voor een link tussen de diver en de data die daarin zit en het webportal, DiverHub. Zodat je dus ook vanaf elke plek alle data ter beschikking hebt. Eigenlijk kun je zeggen dat 80% van de landen, daar hangen onze divers in de grond. Ja, daar zijn we ook wel trots op.